Ik vind dat Elzaswijnen zich zeker heel onderscheiden van andere wijngebieden. Het is vooral een wit wijnland, dus 90% van de productie is wit. Elzaswijnen zijn in de gastronomie heel erg bruikbaar, want ik ben jaren sommelier geweest en ik heb die wijnen heel veel gebruikt, omdat door de verschillende druivenrassen die ze in Elzas hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Riesling, dat is het meest aangeplante druivenras met een procent of 20. Die staat, is vaak droog gevinifieerd, dat hij geen restsuiker heeft en die staat, ja, de zuren in die wijn zijn heel dominant. En dat past dus ook vaak bij gerechten die strakheid hebben, die juist geen zoet hebben. Bij salade-achtige gerechten of bij visgerechten zonder crèmesaus en zo bijvoorbeeld. Maar als je aan de andere kant kijkt, bijvoorbeeld een ras als Gewürztraminer is juist heel opulent. Daar bedoel ik mee heel erg geurig, geprononceerd, heel uitgesproken in de neus en vaak goed is alcohol en vaak ook een klein beetje restzoet en zelfs wat meer restzoet, ook van de wat zoetere varianten. En alles wat daartussen zit, heeft de biedt de Elzas gewoon in allerlei variëteiten in druivenrassen. Ja, ik ben op één ding verliefd, op twee dingen verliefd in het leven, dat is één mijn vrouw en twee is dat echt Riesling. En ik hou van zo'n zure, van zijn mineraliteit en het mooie van de Elzas is door die breuklijn op de oosten gerichte hellingen, heb je heel veel bodemverschil in de Elzas. En als Riesling daarop staat, kan die heel mooi de diversiteit in bodem overbrengen in wijnen. En wat Riesling vooral vaak heeft, zeker van de Grand Cru's, is dat ze droge wijnen zijn. En dan krijg je zoveel structuur erin. Heel mooi dat geur van grapefruit, citroen, echt een citrustoon. Met dat mineralige, een bloesemachtige toon. Soms een honingtintje, zelfs dat die niet zoet is. En wat Riesling zo mooi maakt, is dat hij heel erg mooi kan ouderen. Er zijn weinig witte druivenrassen die beter worden door ze weg te leggen. Riesling is een van de weinige witte rassen die dat gewoon kan. Door zijn zuren wordt het eigenlijk alleen maar mooi. En ik vind eigenlijk dat je Riesling echt zeker 3-4 jaar even moet laten liggen. Ook de standaard instap Riesling, hoor, die kan dat echt hebben. Die wordt dan wilderig en mooier en die wordt echt complexer in de neus. Dat vind ik echt het moeite waard. Dus Riesling, ik hoef er niet meer te twijfelen. Nee, dat is mijn grote favoriet. Ja, absoluut. Een mooi recept van mijn chef, van Wolf Laar, dat is fazant in dunne plakjes, pocheren in een extract van foelie met fazantenbouillon. Dat doe je heel zachtjes pocheren op een puree van kleiaardappel, gebakken kanterelletjes. Daar leg je die gepocheerde fazant op, wat ganzenlever weg laten smelten, even onder salamand en dan een kanterelle crème saus. Dan met een pinot gris, waanzinnig lekker. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is gewoon een gerechtje, een wild gerechtje wat vraagt om witte wijn. Dat is zo mooi. Ja.